Alle steenbokken, welkom bij deze maandelijkse horoscoop voor het teken steenbok in het algemeen voor de maand oktober 2013. Het is weer eclipsenmaand en er gebeurt een maaneclips de 18e oktober. Dus de ganse maand is een soort van opbouwen en dan weer afbouwen na de 18e. Die maaneclips heeft als betekenis, of deze specifieke eclips, heeft als betekenis nieuwe ideeën naar boven brengen. Nieuwe goede ideeën. En omtrent wat? Wel, voor de steenbok specifiek, gebeurt dit in het levensgebied het vierde huis. En het vierde huis, wat is dat? Dat is in feite het diepste punt van de horoscoop. Dus het heeft te maken met jouw identiteit, met het diepste punt van jouzelf. Nieuwe ideeën daaromtrent. Op een ander niveau kan het te maken hebben met jouw thuissituatie. Dus misschien nieuwe ideeën omtrent jouw huis, omtrent misschien verbouwingen of omtrent misschien verhuizen. Dus best wel een belangrijke maand voor de steenbokken, omdat dat vierde huis het fundament is ook van jouw horoscoop. Wens je een specifieke horoscoop voor jouzelf, een specifieke unieke horoscoop? Klik dan even op de link en dan vind je alle gegevens terug. Heel veel succes voor jullie steenbokken en tot volgende maand.